Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 18 december van Weerplaza. Het is nogal wisselend, vandaag wolkenvelden in de ochtenduren, met name in de noordelijke helft van het land een paar lichte buitjes. Later in de ochtend blijft het droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn vanuit het westen. Vanmiddag wordt het ongeveer 8 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind en schijnt de zon geregeld. Vanavond droog en brede opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk naar 4 tot 6 graden. En de wind draait naar het zuidoosten. En vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 4. Morgen beginnen we met veel zonneschijn. Vooral in de oostelijke helft van het land schijnt ook in de middag de zon geregeld. In het westen raakt het geleidelijk bewolkt. En tegen de avond gaat het in de westelijke provincies nu en dan regenen. Met 11 tot 14 graden is het behoorlijk zacht. Vrijdag ook een zachte dag, maar het is dan grijs en nu en dan nat bij een stevige zuidelijke wind. En het weekend verloopt wisselvallig: zaterdag is het droog, zondag is het grijs en nat. Mijn naam is Diana Woei en ik wens u een fijne dag.